Goedenavond, u allen hier in de Bethelkerk. Bij de vierde avond van het zingen in de zomer 2012. En wat een heerlijk weer vandaag, echt zomerweertje. Bijzonder woord van welkom aan het gereformeerd kerkkoor, onder leiding van dirigent Jaap Kramer. Fijn dat jullie er zijn vanavond. We gaan graag naar jullie luisteren. En natuurlijk dan twee solisten vanavond. U heeft al één soliste gehoord, Petra Kramer. Hartelijk welkom. En Marianne de Boer. Hartelijk welkom. Het orgel wordt bespeeld door Minder Veldman. U kunt hem nu ook zien. Dat heeft zijn voordelen. En volgend jaar dan is hij weer verscholen. En op de piano, Hendrik, fijn dat je er bent. Het wordt voor jou week na week, hè? Meerdere weken achter elkaar. Dus we kijken er naar uit, jongen. En dan een dominee met Urker bloed in zijn aderen. Dominee Klaas van Warm. En dan moet ik goed zeggen, familie van en de groenteboer. Dat klopt. Nou, dat weet heel Urkert. Hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond bij ons wilt spreken over de liefde van onze Heer Jezus. Het thema vanavond, van harte liefhebben. Lieve Heer Jezus, Vader in de hemel, dank u wel, Vader, dat u ons vanavond wilt ontmoeten. Dank u wel dat u tot ons wilt komen in zang, muziek en gesproken woord. Dank u wel dat het koor hier vanavond mag zingen, de begeleiders, de dominee mag spreken. Vader, wat is dat een genade. En dan denken wij in dit moment ook even aan de twee koorleden die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Annette de Boer en Klaas Hoekstra. Vader, wilt u hen nabij zijn, de behandeling zegenen en dat ze weer snel beter mogen worden, Vader, en dan hun plaats weer thuis in mogen nemen. Vader, wilt u vanavond zo bij ons komen met de kracht en de hulp van uw Heilige Geest. Geef dat wij mogen ontdekken wat het betekent in het licht van uw woord. Van harte liefhebben. Geef ons zo een fijne zangavond, tot eer en glorie van uw grote naam, uit genade, om Jezus wil. U bid ik aan, o macht der liefde. Amen. Thank you.
Wij lezen vanavond met elkaar uit Matteüs 26, van vers 6 tot en met 13. Matteüs 26, van vers 6 tot en met 13. De zalving en het verraad. Toen Jezus te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam een vrouw tot hem met een albasten kruik vol kostbare mirre en goot die uit over zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Toen de discipelen dit zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe die verkwisting? Want deze mirre had duur verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. Maar Jezus merkte het op en zeide tot hen: waarom valt gij deze vrouw lastig? Want zij heeft een goede daad aan mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd. Want toen zij deze mirre over mijn lichaam uitgoot, heeft ze dat gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie verkondigd zal worden in de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Ik wens u een hele fijne Zingen in de Zomer toe.
Beste mensen, wat bent u hier vanavond komen doen? Zingen? De zwartkijkers zullen altijd gelijk hebben. Dat is vanavond verspilde moeite. U levert zo geen bijdrage aan de economie en zo lost u ook de eurocrisis niet op. Als consument kunt u vanavond veel beter kopen, kopen, kopen. Of aan het werk gaan. Maar wat levert zingen op? Wat doet u hier? Zingen voor God? Zingen voor Jezus? Degene die altijd berekenend zo goed hun verstand gebruiken, zullen wij wel gelijk hebben. Want Jezus zie je niet en God kun je niet bewijzen. En daarom is naar hun oordeel dat zingen van u vanavond hier in de kerk verspilling van lucht. Het is beter daadwerkelijk iemand te helpen dan een leeg lied te zingen, zo zullen zij zeggen. En daarmee zitten we vanavond midden in de geschiedenis van de vrouw die de kostbare mirre uitgoot over het hoofd van Jezus. Wat een verspilling! Die mirre had duur verkocht kunnen worden en het geld had je dan aan de armen kunnen geven. Maar Jezus geeft deze moraalridders niet gelijk. Hij zegt: die vrouw heeft een goede daad aan mij bewezen. Wat doet die vrouw? Die vrouw die weet wie Jezus is. En dat weet ze niet met haar hoofd, dat weet ze met haar hart. En daarom doet ze daar zulke onverstandige dingen. Wie wist er nog meer wie Jezus is? Petrus, precies. Hij had Jezus ontdekt en gezegd tegen hem: u bent de zoon van de levende God, de Christus, de Messias. En vervolgens zegt Jezus dan dat de Messias veel moet lijden en dat hij moet sterven en na 3 dagen opstaan. En dat wil Petrus niet. Petrus wil zo'n Christus niet. Ja, wie wil er wel zo'n Christus? Maar dan die vrouw. Deze vrouw. Die merkt en die voelt aan alle reacties van de leiders van haar volk. En ook aan de woorden en de daden van Jezus zelf. Nu gaat het inderdaad die kant op. En hij stuurt het zelf die kant uit. Hij gaat eraan. Maar wie is hij nu? Wie is hij voor mij? Hij is de Christus. Hij is de Messias. En dat zal hij voor mij zijn door die lijdensweg. Mensen, wat betekent nu dat woord, Griekse woord Christus? Of dat Hebreeuwse woord Messias? Beide woorden betekenen hetzelfde. Gezalfde. En wie werden er in die tijd gezalfd? Dat waren onder andere koningen en priesters. Die mensen werden dan in die tijd tot koning of tot priester gezalfd. En die vrouw die denkt en die loopt daar dagen mee rond in haar hoofd. Hij is de echte Messias. De echte gezalfde. Maar is dat al gebeurd? Is hij al gezalfd? Want hij is de echte koning. En hij is de ware priester. Nee? Is dat nog niet gebeurd? Dan ga ik dat doen.
Maar voor die zalving van Gods Messias kun je natuurlijk niet aankomen met Nivea bij de DA-weg. Een zalfje voor een schijntje. Nee, het moet heerlijk geuren. Uren, ja dagen in de wind. Het moet kostbaar zijn. En wat doet die vrouw? Alles wat ze gespaard heeft voor later, haar hele pensioen, ze gebruikt het om die mirre te kopen. Wat? Jullie straks misschien een paar procent pensioen inleveren vanwege de crisis? Alles! Zij geeft alles. En als haar spaargeld niet genoeg is, dan verkoopt ze haar bank en haar dressoir en haar huis. Want het is haar Messias. En als ze daar dan stiekem bij Jezus naar binnen sluipt en daar die hals van dat kruikje breekt en hem met de kostbare mirre zalft, dan zegt ze daarmee: u bent mijn Messias. En dat bent u voor mij in uw lijden. Als een priester offert u uw leven voor mij op. En ik ook, ik offer ook mijn leven totaal aan u op. U bent mijn Christus. En dat bent u voor mij in de dood. Als een koning zult u ook daar, over mij regeren. En daarom vertrouw ik mijn hele hebben en houden en heel mijn toekomst, die nu zo onzeker is, aan u toe. En wat is dat nou? Wat is dat nou? Ik kan dat niet uitleggen. Ik kan alleen dingen uitleggen die ik een beetje verstandelijk kan beredeneren. Maar dit is niet haar hoofd. Dit is haar hart. Dit is de liefde. Zij heeft de Heer Jezus van harte lief. En de liefde kun je niet uitleggen. De liefde, daar kun je eigenlijk alleen maar over stotteren en stamelen en zingen. En dat is wat wij vanavond doen. En ook daarmee zitten wij dan midden in die geschiedenis. Want Jezus had gezegd: overal waar dit evangelie verkondigd zal worden, in de gehele wereld, en daar hoort ook Urk bij, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden. Van wat zij gedaan heeft. En dat gaat vanavond in vervulling. Vreemd, hè? We hebben over die vrouw gesproken, maar haar naam wordt er niet bij verteld. En toch wordt er tot haar gedachtenis gesproken. En waar gebeurt dat? Dat gebeurt precies daar waar jij op die vrouw gaat lijken. Waar jij ontdekt: de Heer Jezus heeft mij eerst van harte lief gehad. En nu krijg ik hem van harte lief. En waar je hart van vol is, daar stroomt natuurlijk je mond van over. En waar woorden gaan stromen, daar gaat het zingen. Daar gaat het zingen. En natuurlijk gaat men dan zeggen dat dat onzin is en dat dat verspilling is. Maar zo'n liefdesdaad uit het hart, zo'n lied waarmee jij de koning van je leven eert, dat is een zalving. Zo waardeert de Heer Jezus dat, als je tot hem zingt: mijn Jezus, ik houd van u, ik noem u mijn vriend. Hij zegt:
U doet vanavond een goede daad aan mij. U hebt mij van harte lief. Amen.